Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik de Mr. Ed competitie doen met Sterrie. Ik heb haar gewassen en dan ze gaat eten en dan gaan we haar knotten. Dat kunnen jullie ook zien. En in de Mr. Ed competitie hoef 1 en 2 rijden in de BB. Nou Kim, waarom heeft hij eigenlijk zulke korte manen? Omdat ze heel erg zomerexeem heeft. Nee, één moment. Even vragen. Maar staat hij aan? Ja, het rode lampje brandt. Oké, ga verder. Omdat ze heel erg zomerexeem heeft, hebben we ze afgeschoren. Zodat we het makkelijk konden behandelen. En ik vond het eigenlijk wel mooi staan, dus hebben we het zo gelaten. Oké. En hoe maak jij zulke mooie knotjes? Dan met zulke korte manen. Mooi, zijn ze niet, hè? Nou, ik vind ze mooi. Kijk maar, ik zal ze even laten zien. Deze is echt heel erg mislukt. Die is dus heel erg mislukt. Ik vind deze heel erg mooi. Wacht. Die. Nee, die. Ja. Ondertussen is mijn moeder bezig met Sterrie. Ja, ik heb opdracht gekregen van Kim om dikke knotten te maken. Dus ik weet niet of ik op dit moment aan het slagen ben of dat het zo meteen... Maak er maar 8. 8 gestuurd wordt. Moet er 8 hebben. Ja, dat red ik wel. Misschien wordt het 9, maar... Kijk, zijn er nu 3. Dus ze heeft daar echt een mening over. Ik weet ook niet precies waarom, maar... Ja, dat is mooier. Oké. En aangezien ik alle knotten lelijk vind, best... Nou. Ja, Ster heeft een dekje op, net gewassen. Oh jee. Ah, kun je niet goed in, jongens. Zo. Ster heeft een dekje op, is net gewassen. Ja? Ja, kan. Nou, Jill, sorry. Je had gezegd dat ik haar zelf moest laten knotten. Maar op een of andere manier ben ik nog niet zover. Dus, ik doe het nog even. Yeah. Ja, je bent. Ja, zeg maar wat. Ja, niks dan. Dan zeg je niks. Dan zeg ik in de vlog. Kim zegt niks. Nee, zeg nou even wat. Ik ga zo meteen wedstrijd rijden. Dat snap ik. En wat? In de M1. En je bent vandaag nummer 18. Ja. Nou, oké. Ik zeg veel succes. Dankjewel. En het proefje van Kim M1. Proef 17. Proef 17, zegt Christine. Kijk, ze gaat voorlezen. Hallo. Ik ben er ook bij. Kim, we gaan beginnen. AX. Ja, en het regent. Wacht even. Wow. Kijk, Ster is er helemaal klaar voor. Tess heeft de jas aan, want. Want het regent heel hard. Volgens mij is het heel interessant. Dus alles zit er verder goed op. Maar ja, het is wel naar weer, dus we kunnen waarschijnlijk de proef niet eens filmen. Want dat giet buiten. Rebecca die aan het poepscheppen is, super belangrijk. En Tessa die gaat de proef rijden. Heel veel succes Tessa, je kan het. Tessa, goed gedaan, we zijn super trots op jou. Op naar de volgende. Tess, je mag hierin. Nou, fantastisch. Tess, succes! Hoe vond je het gaan, Tess? Goed. Zag er sexy uit, hoor. Heb je zin gehad? Ja, ging het goed? Ja. Ster vond het ook hartstikke leuk. Ja, maar het lijkt wel zoals ze de ring in gaat, dat ze dan ineens snapt hoe het werkt. It's a magic. It's a magic. It's a kind of magic. Magic.
Magic. Magic. Ik ben er één. 3 en 4 feestjes met haar. Tessa. De prijsstrekking. 10 punten voor inzet. Oh. En stijl. Oh. Zo. Zijn er 20 punten al binnen? Een keer feest starten. Ja, tuurlijk. Ik loop tussen alle paarden. Paniek. Nou, veel plezier met uitstappen, Tess. Uitstappen? En we zien je volgende keer weer bij Live met Tessa paardrijden. Ponies! Ben je gauw klaar? Ja. Daar hebben we één deelnemer in gehad, dat is Tessa Otthoff. En die heeft die is laatste rol. 1 keer 193 en 1 keer 201,5 gereden. Wauw! Dus dat is... Alsjeblieft! En alsjeblieft. Zo. Je past er alleen niet aan. Ja? Zo. Gefeliciteerd, meid. Dankjewel. Ik heb too much spice, dus ik heb er heel veel. Ik heb hier zo heb ik er 2 hangen aan mijn jasje. Ik heb er hier 2 in mijn handen. En ik heb hier chippies. En nog zo'n ding dat op het hoofdstel moet voor nummertjes. En ja, dus dan heb ik deze 2 prijzen gewonnen. Nou, eigenlijk. Ik was in mijn eentje. Dus dan hoort ook wel. En dan morgen nog een keer. En ik ben niet, ik heb heel veel zin in morgen. Hoeveel punten ik dan haal? Ik heb 5 winstpunten. 4. 4, ook goed. Dus even afsluiten nu. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei!